Chef Ralje. Dit geeft een maatje. Dat heb je wacht je op de tijd. Cinema en cinema, dat is wel leuk trouwens. Nou, ik geef mijn eerste puzzelmaatje, jongens. Om te zo'n lekker trokken helemaal. Dus je dat het mislacht. Toch ingewikkeld zonder cijfers, jongens, hè? Ja. Ja. Goedemorgen, en naar je daar, en naar je? Vlog. Vlog. Ik ben hier met Jara en Teetske. En we zullen even een leuk knutsel vlagje van je meidje. En dit keer geven we het volgende meidje. Chef Rally. Dit geven we meidje. Wat haast nodig? IJskoestakjes. Een marker. Gekleurde stiften. Ja, dat weet ik. En thee. En het is handig als het op internet of ergens in een boekje een leuk plaatje uitziekest die erop tekening is. Ik ga even een voorbeeldje maken. Check dit. Een hele coole dinosaurus. Je ziet dat hier de ijzerstokjes ongeplakt hebben. Dus dat maak je hem aan als eerste ekdwang in. IJzerstokjes ongeplakken. Dus je een cijfertjes op. Ja. Dus dan kist de tape eruit en is het een soort van puzzel. Ja, dus door eerst de ijzerstokjes die plakken we al in vers met tape. Teken we een plaatje op, die kleur je erin. We zetten de cijfertjes erboven, halen we de tape er los. En dan is het een soort van puzzel. Dan geef je een maatje uit. Oké, wat wil je graag maatje? Wat lijkt het je leuk, Teetske? Een vlinder? Ik wil graag deze zinnen. De zinnen, oh, een leuk plaatje van zinnen. Oké, dus we gaan even een vlinder kleuren, tekenen en dan inkleuren en een zinnen. Ik ga hier in yoghurtstokjes, maar het is maar correct hoe groot dat het wordt natuurlijk. Dus een stuk als 8 yoghurt zien stokjes. Heel groot, meent het. En tape. Maar dat is, maar ik denk gewoon echt nog wel in je maatje, maar jongens. Tada. Nou ja, zo rug mogelijk. Nou, en voor dit knutselspul je het ook in principe oren wat te krijgen. En ik is natuurlijk ook zelf de ijskoestakjes opsparen in als de ijskoopas. Smiet ze in een bakje, altijd heel leuk om uit te knutselen. Dan krijg ze als mijn wc-raltjes. Ik is echt oerl van broeken. Dus ik zou zeggen, ijskoestakjes in het vervolg net meer voor te smieten. Maar bewaar je. Maar kist ze eigenlijk wel een keertje? Kist ze echt een keertje, maar ja, bewaar je. Dan broek ze twee keer. Als ze een keer broekt om het mij te eten. En dan... Ja, maar dan is het goed voor milieu. Dat was wel heel lang opsparen. Heel lang opsparen. Of heel veel ijskoes in één keer eten. Net gek. Dan heb je wacht je op de tape. Wauw. Ja, dan kun je wel vers beginnen om de zinnen erop te tekenen. Ik denk dat het handigste is maar een plat leert eerst dan net. Ja. Ik geef dus deze zinnen naar maatje. Ja. Even zien. Ik heb een vlindermaatje en Teetske. Twee vlinders. Oké, Teetske en ik ben beide dwaande mij de vlinder. Ik wil hem aan het inkleuren. Teetske is hem heel minder kleuren, want die is hetzelfde worst. Dus ik zet hem op. Ja, hij gaat al heel mooi zinnen maken. Dus ik ga het tot inkleuren, dat zie ik. Ja. En je mag ook de cijfers erop zetten. Dus we gaan vieren. Een zinnen mijn zinnenbeeld, die is wel leuk trouwens. Nou ja, we hebben dus nu gekozen voor, hier een dino. En nu ben ik dwaande met een vlinder en Jara met cinema. Ik kies dus eigenlijk maar alle plaatjes al dwaan. Nou, en het is juist misschien ook wel leuk om er alles er ook wel in te smitten. En dan was het echt ziekje van welke stakje je hebt bij welke puzzel. Dus ja. Maar als de cijfertjes vast. Is het wel makkelijker. Ja. Nou ja, is het chill. Ik is het echt zonder cijfers wel natuurlijk, om het moeilijker te maken. Ik heb het zonder cijfers. Ja, kijk. Tada. Dus je nog een lichaam. Ik denk dat Sophie, hè? Ja. Ik zet op dit nog wel in de cijfers. Dan gaan we twee zonder cijfers, twee mij. Nou ja, en dan kun je natuurlijk ze bot inkleuren als het worst. En versieren als het worst. Ik let hem van nou eerst zak. Ja. Tada. Geef die donkere roze lip.
brieltje. Ja. Goed waande. Nou ja, ik zal bij meer het teken van Helle. En Shin had ik hem dan ik maatje ken, jongens. Dus even. Ik denk het net. Denk je het net? Nee, ik denk het wel. Nou, ik neem mijn eerste puzzelmaatje, jongens. Ik doe ze lekker trokken in. Even zien dat het mislaagt. Nou, inderdaad, maar de cifers is het net heel ingewikkeld. Dus ik denk dat het wel leuk is dat je hem dan zonder cifers hebt. Want dan maak je net zin aan je cifers, oké? Okay? Nee, maar dat wordt automatisch. Oh, dit is wel heel grappig trouwens, dan. Tjuut. Dit is een klein. Nu ik klein? Het is de tape los, hel je. Dan geven we eens even zien hoe het te maken gaat. En dat was in zonder cijfers, hè? Nou, dan is je hoe het dan geert. Nou, hij is hem zelf kleur, dus dat maakt het makkelijker. Even zien. Dit is dus zonder cijfers, dat ken ik, dan maakt het zichzelf iets lastiger. Dit is wel lastig, want dit is echt helemaal hetzelfde. Oh, dat is wat toen de tekst. Ja, ik denk dat het door de kap zit nou, of net, maar die spoedsprintjes. Oh ja, die spoed. Ja. Was je naar de vlam? Ja. Tada! Ah, heel mooi jongens. En de vlinder. Wat is het? Glitters en glamour. Het vast niks plakken. Zal je nog wel een droegje matten voordat je uit kan kent, denk ik. Of was het aan een beetje al dabbing, denk ik. Yeah. Ja. Mooi, Hara. Past wel heel leuk bij die glitters, bij die zinnen. Misschien ja. Ontslag het dat zaad, maar die glitters. Zeker hem ons beter, hoor. Het hoeft niet, ja. Nou, dan zakken we de glitters al hier erop. Ik denk, hou ik hem zo beter en loopt het goed er al. Ik had ze helemaal omvangen. Is die waar? Ja. Oké, okay, maar Jari dan in de midden zitten, kunnen we. Ik begin met deze, want die zit er aardig in. Dit is weer in je zonder cijfers, dus een beetje ingewikkelder. Maar doe haast zelf maar. Nee, Jara. Jara. Ik ben al je zinnenstukjes. Yes. Was dat of nee? Nou, ik weet het altijd net. Ik denk dat het krijg net. Nee. Toch ingewikkeld zonder cijfers, jongens, hè? Ja. Ja. Dat is natuurlijk in al die liedse roetjes. Lik het heel deze, veel op elkaar. Deze is, een stukje van het holtje, ja. Ah, cool, ja. Die is wel heel mooi werden, hè. Tada! Yes! Nou, dit zijn dus de puzzels van ijskoestakjes. Ik kan heel simpel zelf een figuurje optekenen. Even googlen wat voor plaatsje als het waar was. Eventueel mijn cijfertjes om het makkelijker te maken. Maar als het van, hé, dat vind ik te makkelijk. Dan zonder cijfertjes. Dus kiest alle kanten mij op. Heel simpel, heel leuk om te doen, maar de grote band om te maken en wat jongere band om eventueel te puzzelen. Dus ik zou zeggen, bezoek je het even uit en laat me even weten hoe het bij je is. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet het blauwtje omhoog en via het met de chill app te downloaden van die tablet of telefoon. Want meidje het vlog. Bye bye!